Vandaag in Los Medisch aandacht voor eten. Eten kan gezond zijn. Eten is een eerste levensbehoefte. Maar wat als we te veel eten, ongezond eten, eten om ons gevoel te onderdrukken? Dan kan het zijn dat er emotie-eten aan de orde is. En dat is iets waarover ik wil praten met diëtist Jennifer de Jonge. Ja, wat is het verschil tussen emotie-eten en eetstoornissen zoals bulimia, anorexia? Dan is het misschien goed om dat eerst eventjes uit te leggen wat dat is. Ja, nou wat je ziet is dat emotie eten komt bij heel veel mensen voor. Mensen vragen zich dan wel eens af van ja, heb ik nou een eetstoornis? Dat is toch van een andere orde. Als ik kijk naar bijvoorbeeld bulimia nervosa. Dat is een stoornis die ook beschreven staat in handboeken van de psychiatrie bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk dat je heel vaak enorme eetbuien hebt. En dan heb je het echt over, bij wijze van spreken, een tas met boodschappen die je speciaal haalt om vervolgens stiekem alleen op te eten. En wat er vaak nog bij komt, is dat men bijvoorbeeld gaat braken. Dus bewust vinger in de keel om het allemaal weer uit te spugen. Laxeermiddelen gebruiken om het allemaal weer kwijt te raken. Hoe kan het dat je dat allemaal op kunt? Door vooral niet te voelen hoe het in je lichaam is. Dus wat je vaak ziet is dat men een soort van verdoofd is. En door eet. En dan op een gegeven moment inderdaad zich totaal ziek voelt. Ja. Het gaat uitbraken. En dit is dan ook een zodanig probleem dat mensen vaak in een sociaal isolement komen langzamerhand. En ook het volhouden van een baan en sociale contacten wordt steeds moeilijker. Waarom? Omdat het in feite leidt je een dubbel leven. En dat stiekeme deel van je bestaan gaat zo zwaar wegen op een gegeven moment. Gaat echt zijn tol eisen. Dat je in het normale dagelijkse leven, normale contact met anderen, dat het steeds minder gaat. Ja. Ja. Anorexia? Anorexia is eigenlijk het omgekeerde. Ik weet nog, ik was een tiener en toen zag ik een foto op een boek. Ik had nog nooit van anorexia gehoord en ik zag een foto van een broodmager meisje in ondergoed. Je zag helemaal de ribben. Die keek in de spiegel, zo'n grote, hoge spiegel, en in de spiegel zag zij een heel dik meisje. En toen besefte ik dat hoe zij zichzelf zag totaal anders was als hoe de wereld haar zag. Ja, het is echt ziek in je hoofd ben echt, je dan. Ja, en komt vaak voor bij heel perfectionistische meisjes. Veel minder bij jongens. En die zullen uit alle macht proberen om zo min mogelijk te eten. En om zo mager mogelijk te worden. En met als gevolg dat men ook zich steeds meer terugtrekt in zichzelf. Want je hebt dus natuurlijk sprake van ernstige ondervoeding. Daar horen depressieve gevoelens bij. Dus ook die meisjes kunnen op een gegeven moment niet meer functioneren. En komen soms zelfs in een ziekenhuis terecht. Voor zondevoeding bijvoorbeeld. Dus dan hebben we de eetstoornissen benoemd. Bulimia, anorexia. Ja. Het emotie eten. En wat is dan kort gezegd het verschil daartussen? In feite het belangrijkste verschil is dat mensen die last hebben van emotie eten. Die vinden dat vaak vervelend. Maar functioneren verder gewoon goed. En kunnen ook verder prima gezond zijn. Dat is een groot verschil. En wil niet zeggen dat je er dan niks aan hoeft te doen. En dat je het niet kan ervaren als een last. Maar het is niet zodanig dat je dagelijkse bestaan er helemaal door wordt ingekleurd. Nee. Dus dat is eigenlijk het grote verschil. Dus het ene is een ziekte, het andere niet. Nee, duidelijk. Ik ben benieuwd, hoe is jouw interesse ontstaan, hè, in die eetstoornissen, dat emotie eten? Ja, ja. Nou, ik ben nu een jaar of 18 diëtist. En in 1999 en begin 2000 zijn mijn eigen ouders overleden. Dus een heel heftige periode in mijn leven. Ik had zelf jonge kinderen. En op dat moment werd ik steeds wat zwaarder. En besefte ik ook dat ik anders ging eten. En vond ik dat ook heel vervelend. Zo van, ik ben diëtist, ik moet toch beter weten. En toen ben ik na verloop van tijd opleidingen gaan volgen op het gebied van NLP... Dus neurolinguistisch programmeren.
ik noem het ook wel eens in de volksmond de praktische psychologie, om te onderzoeken van hoe zit dat nou? Want ik weet van alles over gezonde voeding. Maar je begreep jezelf niet. Maar ik begreep mezelf niet, nee. En toen ben ik dat gaan onderzoeken. En ik kwam erachter dat de perfectionisme waar we het net over hadden, maar ook het geen ruimte geven voor verdriet en wat bij mij speelde, maakte dat ik het ging wegstoppen, in dit geval met eten. En die ontdekking maakte wel dat ik daar in de loop der jaren, dat steeds minder werd. En ik kan nu zeggen dat ik dat niet of nauwelijks meer doe. Ik denk dat iedereen het altijd wel eens een beetje doet. Maar binnen de perken. Binnen de perken. En dus dat heeft me enorm veel opgeleverd. Dus vandaar ook bij mij de overtuiging, als je er last van hebt en je wil ervoor gaan, kun je er vanaf komen. Ja, er is iets aan te doen. Ook weer die motivatie is dan heel belangrijk. Ja. We hebben net gehoord van de diëtist wat emotie eten is. Ik ben benieuwd wat de mensen op de markt weten van emotie eten. We gaan eventjes vragen wat emotie eten is. Als je last hebt van emotie eten, kom je daar nooit meer vanaf. Oh, dat denk ik wel. Ik denk dat emotie eten is een tijdelijk iets. En na een tijdje zal het vanzelf wel weer overgaan. Ja, daar ben ik heilig van overtuigd. Natuurlijk wel. Ik denk het wel. Hoe? Door het niet te doen. Ja, wel eens kracht natuurlijk, hè. Je moet natuurlijk wel sterk in de schoenen staan. Heeft u wel eens meegemaakt dat als het echt lastig was in het leven, is iets heel moeilijks of verdrietigs meegemaakt, dat u dan merkt van ik eet eigenlijk meer of ongezonder dan anders? Niet eten. Ik denk dat ik meer ga drinken. En dan ga ik ook die zak chips erbij nemen natuurlijk. Hè. Dat wel. Maar ik ben niet zo'n iemand die gaat eten omdat hij zich niet lekker voelt. Die mazzel heb ik. Ja, kinderen vooral denk ik. Of, ja, volwassenen kinderen door verdriet misschien, eenzaamheid om te gaan snoepen. Hoor ik veel van klanten ook, merk ik van klanten ook, ja. Nou kan het ook zo zijn dat je door verveling te veel gaat eten. Wat herken je daarvan? Oh, dat herken ik niet. Ik verveel me nooit. Ik ben hele bezige bijen, daarom ben ik zo slank misschien. Ja, ik denk als je een beetje stress hebt of zo, dat je dan toch wel meer gaat snoepen in een periode van dat je stress hebt dan. Dat je dan toch wel gaat snoepen en daar word je dan ook weer dik van. Iedereen heeft wel eens last van emotie eten. Ik denk het wel. Hallo. Ja. Wanneer heb je zelf wel eens last van? Nou, eigenlijk niet zo heel vaak. Maar in het verleden of als kind? Nee, nee. Ja, daar heb ik eigenlijk niet zo last van. Misschien is dat meer iets voor vrouwen. Maar wat is het? Ja, ik denk dat mensen in bepaalde buien bepaalde dingen eten. Chocola of zo. Ja, ik vind emotie eten is alles wat je lekker vindt. Maar emotie is ook, eten doe je met je gezin, met goede vrienden. Eten moet in mijn beleving iets meer zijn als alleen maar eten omdat je anders doodgaat. En gelukkig worden Nederlanders in die zin steeds minder calvinistisch en kunnen ze steeds meer genieten van eten. Emotie eten... Ja, dat ken ik, maar ik kom daar niet van aan. Als je bijvoorbeeld in een dip zit en je denkt van, nou ja, ik graai even lekker een zak chips leeg of een doos bonbons of dat soort dingen. Zijn mensen die er wel van aankomen en is wel heel erg. Wat eet jij als je je rot voelt? Heel veel chocola. En hoe voel je je daarna? Nou goed. Tijdelijk helpt het dan. Ik denk dat ik het wel onder controle kan houden. Maar hoe? Ja, gewoon nadenken, veel meer nadenken. En dat er toch geen troost in zit. En dan kun je eten wat je wil, maar dat helpt toch niet. Kun je zelf uitkomen of heb je begeleiding nodig? Wat denk je? Alle twee, denk ik. Ik denk dat je er ook wel zelf uit kan komen. Maar ik denk dat het beter is als je eerst iemand hebt die je daarmee kan helpen. Dat je de oorzaak ervan ziet achterhalen. Ja. Ja, emotie eten is ook natuurlijk uit stress. Maar ook lichamelijke stress. En dan kom ik weer terug op gebrek aan voedingsstoffen. Lichamelijke stress wordt daardoor veroorzaakt. Waardoor je gewoon ook verschillende verkeerde dingen naar binnen gaat werken. En nog steeds is je lichaam niet gevoed. En nog steeds wil je lichaam dat corrigeren. Dus je blijft maar eten. En dan ga je steeds onprettiger voelen. En dan wordt het vanzelf een patroon van emotie eten. Maar het is begonnen met honger.
Dus eigenlijk omdat je door die snelle suikers je bloedsuiker even snel omhoog brengt, heb je snel weer last van ja, dat hongergevoel of trek eigenlijk? Ja, ook. Maar ook omdat je andere stoffen niet krijgt. En bijvoorbeeld eiwit is ontzettend belangrijk. En die krijgen de mensen dan heel weinig, want ze stoppen zich inderdaad best wel vol met koolhydraten. Maar vergeten vaak ouderwetse bakje yoghurt en zo, eitje, heel belangrijk. Ik wil toch eventjes ook naar de voedingsmiddelen. Ja. Want we hebben het gehad over te veel eten, tas met boodschappen, wat eten ze dan? Als we kijken naar de producten bijvoorbeeld, hè, wat hier staat, wat kun je daarvan zeggen? Laten we deze beginnen, AA'tje. Nou, AA'tje. Dat drinkt ieder voetballetje hier volgens mij één of meerdere keren op zaterdag. Precies. Ja, en dat wordt ook gezien als kinderdrankje, hè, het AA'tje. Hier staat op AA High Energy, oftewel heel veel calorieën, heel veel energie. En als je gaat opzoeken op de site van AA, dan staat er ook dat het bedoeld is voor de heel intensieve sporter. En dan hebben we het niet over een uurtje voetballen, maar dan hebben we het bijvoorbeeld over een paar uur mountainbiken, de marathon. Precies, dan heb je het over heel intensieve sport. En wat wij dus vaak doen als ouders is, kind heeft inderdaad een uurtje gevoetbald of iets anders gedaan. En dan in de kantine lekker een AA'tje, want je hebt goed gesport. En wat je in feite doet is ze heel erg veel suiker geven, terwijl ze dat niet echt nodig hebben. Maar wat doe je eraan? Want als iemand erover begint, wordt hij eigenlijk uitgelachen van doe niet zo overdreven en ja. Ah joh, allemaal dunne, jonge kindertjes nog. Ja, maar je wenst ze dus wel aan heel veel suiker. En suiker is verslavend. En suiker is verslavend. Is ook bewezen dat dat iets doet met de kinderhersenen. Misschien mooi om te vertellen hoeveel suikerklontjes hierin zitten. Ja, nou in dat flesje, dat is een halve liter, je hebt ze natuurlijk ook van 300 milliliter. Ja. Daar zitten wel 17 suikerklontjes in. Goedemorgen. Hè, dus dat zijn er heel erg veel. Ja, dat is wel heel ernstig. Ja. Nou ja, hier zie ik er nog eentje. Ja, dat is meer voor de... Ja. Dat is meer wat heel veel tieners gebruiken. Dat zijn al die energiedranken. Er staat er nog één, dat is Red Bull. Die staat erachter. Oh ja, deze. En je hebt eigen merken en er zijn natuurlijk heel erg veel. En ook die bevatten ontzettend veel suiker. Ietsje minder dan AA Energy, dat is toch wel die spantekroon. Maar ook die andere bevatten enorm veel suikerklontjes. Bijvoorbeeld deze bevat 13 suikerklontjes, de Bullet. En Red Bull is een kleiner blikje, bevat 6 suikerklontjes. Maar dat is de helft van die. Ja. Dus dit zouden er 12 zijn dan. Precies, ja, dus dat is vergelijkbaar. Ja. Ja. En daarnaast ook nog eens heel erg veel cafeïne. Dus kinderen die dus regelmatig ook van die energiedranken drinken met cafeïne, die kunnen daar niet alleen aan de suiker verslaafd raken, maar ook aan de cafeïne. Ja, ja, vreselijk eigenlijk gewoon. En dan zie ik hier eentje. Die is heel geliefd, is lekker. Ja, dat is eigenlijk de gewone limonadesiroop. En als je een, stel nou je geeft je kind nadat hij buiten heeft gespeeld, niet inderdaad zo'n energiedrankje, maar een glaasje limonade. En niet een grote hoeveelheid, maar ze zeggen meestal 20 milliliter limonadesiroop, dat is gewoon. En dan heb je het over 2,5 klontjes suiker. Ja. Dus nog best veel. Nog best veel, maar als je dat vergelijkt met de energiedranken, is dat veel minder. En water? Is dat goed om kinderen in de groei water te geven? Zeker, ja. Eigenlijk kun je zeggen, ook rondom sport kun je kinderen het beste water geven. Want ze vullen hun vocht aan, ze hebben natuurlijk lekker lopen zweten. Ze vullen hun vocht aan, maar ze krijgen niet al die overbodige suikers. En dan zou ik zeggen, geef er dan bijvoorbeeld een banaan bij. Er zit heel veel goede koolhydraten in, goede suikers. Of geef ze daar een dubbele plak ontbijtkoek bij, bijvoorbeeld. Ja. En dan krijgen ze ook die energie. Maar het vet zit er niet in, of weinig. Nou, dat zit natuurlijk ook niet in deze dranken. Maar dan geef je ze in elk geval, zeker bij fruit of bij bruinbrood, volkorenbrood, geef je ze de goede suikers. En niet de suikers die verslavend zijn. Ja, ik kijk nog eventjes. Ik zie hier bijvoorbeeld worstjes, hè. Dat is iets wat kinderen ook heel lekker vinden. En wat je heel makkelijk even snel kunt maken van, nou ja, toch een beetje feestelijk idee op een simpele manier. Precies. Goed idee of liever niet?
Nou, zo nu en dan, kijk... Wat is zo nu en dan? Ik vind het belangrijk dat je ook realistisch bent. Hè? Ik ken ook wel gezinnen waar nooit iets mag. Nou ja, dat rauw eten kind zou ik zeggen die net in het nieuws is geweest. En het effect daarvan is vaak dat kinderen buitenshuis het enorm gaan opzoeken. Helemaal doorschieten. Doorschieten. Dus ik denk ook af en toe, de woensdagmiddag broodje knakworst is helemaal geen probleem. Ja. Als verder de voeding gewoon redelijk gezond is en ze eten hun groente en hun fruit en ze krijgen wat zuivel binnen, dan is dat prima. Maar ik ken ook wel voorbeelden dat ze op maandag een gebakken ei hebben, op dinsdag het broodje worst en op woensdag het kroketje tussen de middag. Dat is dan weer dat te veel van het goede. Ja, dat is wel weer wat te veel van het goede. En helemaal voor kinderen die al wat stevig zijn. Dan zou ik dat helemaal toch minderen. En het is heel leuk om ook, afhankelijk van de leeftijd van je kind, maar laten we zeggen een basisschoolkind, om eens samen in de supermarkt te gaan kijken van, kunnen we ook wat gezonde producten vinden of gezond eten vinden, wat ook heel lekker is. En want gezond hoeft natuurlijk niet gelijk niet lekker te zijn. Dus daar kun je je kind ook bij betrekken. Ja, ik zie hier wat gezonde dingen liggen. Appel, sinaasappel. We hebben het er net al over gehad. Hoe kan je dit nou leuk maken voor kinderen? Nou, ik heb zelf... Ik heb zelf 3 kinderen. 2 vinden fruit heerlijk, 1 niet. Ik maak smoothies met yoghurt en heel veel fruit. En dat vindt ze prima. Heel goed. We hebben het over emotie eten. We hebben een uitstapje gemaakt naar de kinderen, wat gezond is voor de kinderen. Nou wil ik de verbinding maken. Als je als ouder last hebt van emotie eten, hoe voorkom je dan dat je kind dat eigenlijk gewoon gaat vinden en misschien ook wel gaat doen? Precies, ja. Dus eigenlijk wat heel belangrijk is, dat als je kind ergens mee zit, dat hij dat kan komen vertellen. Dus dat hij wordt uitgenodigd om, als hij ergens mee zit, om dat te uiten. Dat is een heel belangrijk iets. Maar bijvoorbeeld ook wat wij vroeger denk ik allemaal hebben meegemaakt. Als je valt op je knie en je krijgt direct daarna een snoepje. Dat is eigenlijk de basis hoe je aanleert dat snoepen en eten, dat hoort bij een emotie onderdrukken. Dus als je kind verdrietig is, ga hem dan vooral niet troosten met eten. Maar neem je kind op schoot of ga ermee praten en doe een arm omheen. Dat is veel belangrijker. Dan legt hij niet op jonge leeftijd al die link tussen emotie en eten. Ja. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat is een hele goeie. Ik heb gemerkt dat ik zelf ook eerder zei, jullie krijgen straks iets lekkers, maar eerst fruit. Nu zeg ik heb iets lekkers klaargemaakt en dat is dan het fruit. Precies, ja. Want anders leer je al van dat fruit moet. Ja, en is en niet dat, lekker. Ja, precies. Dus dat zijn kleine dingetjes waar je op kunt letten. Emotie eten, ja, mensen met problemen, de een valt ervan af en de andere die gaat juist veel eten daardoor. Dus dan worden ze ook weer wat dikker. Iedereen heeft wel eens last van emotie eten? Nou, dat denk ik niet. Nee, het is meer de suikers denk ik die je eet en dat je dan wat meer wil. Maar ik denk niet dat het altijd emotie eters zijn. Nee, dat denk ik niet. Als je last hebt van emotie eten, kom je daar nooit van af. Dat lijkt me sterk. Ik denk dat je dat gewoon los moet laten met bepaalde dingen. En goed moet praten als je problemen hebt of emoties hebt. Door te spreken kan men je helpen, toch? Iedereen heeft wel eens last van emotie eten. Dat klopt. Dat klopt helemaal. Wanneer heeft u er last van? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Als je, ja, dat weet ik niet. Als je in een goede bui bent of dat je misschien iets verkeerds is gegaan en dan... verzak je van alles en iets verkeerds eten. Veel vet eten, ja. Dat klopt. Wat is emotie eten? Emotie eten is denk ik als je problemen hebt, eenzaam, verdriet, denk ik. Mensen die, hoe zeggen we dat, die gepest worden, kinderen, misschien uit eenzaamheid en die dan de chips als even voldoening, maar eigenlijk daarna de ellende weer ervan krijgen. Dus daar schiet je eigenlijk niks mee op. Daarom zeg ik praat, ga de straat op, speel. Nou, ik denk als je echt wel goed professionele hulp hebt, dat je er toch wel vanaf komt. Ja. Oh, dat heb ik geen idee, hoor. Dat zal ongetwijfeld. Ja, als je bedoelt met emotie eten dat je gaat eten omdat je je niet goed voelt, hè, dat is een andere emotie. Dat zou je een negatieve emotie kunnen noemen. Maar
Ja, ik denk dat het altijd ingewikkeld blijft. Alleen misschien moet je dat, zoals alle negatieve emoties, een plek weten te geven. Door, misschien ga je, als je heel hard gaat rennen, dan hou je wel je negatieve emoties. Maar dan word je er in ieder geval niet dik van. Zo kan je het ook zien natuurlijk, hè. Ik heb iemand in mijn omgeving die daar dus last van had. En met behulp van is ze eigenlijk weer helemaal geworden zoals het moest zijn. En ja, diegene die bakt taarten en cakes voor ons. En die heeft er geen probleem van. Die kan er heel goed van afblijven. Dus ik denk dat je er wel van af kunt komen. Het zou wel moeilijk zijn. Maar hoe dan? Ik denk met de juiste mensen praten. Eventueel naar een instantie... Ja, noem maar op. Of met de juiste mensen, denk ik. Nee, is niet waar. Als ja, het vorige verhaal wat ik vertelde, het is juist andersom. Het is gewoon goede voeding. Heb je niet zoveel last meer van emotie eten. Ja, misschien een keer als je heel blij bent dat je een keer zin hebt om wat lekkers te eten. Dat is wat anders. En dat mag dan ook? Daarom, want daar word je alleen nog maar blijer van. Je zegt net, ik kom niet aan van dat emotie eten. Hoe kan dat? Ik denk dat het er ook wel mee te maken heeft dat ik ook een emotieroker ben. Ik pak toch sneller een sigaret dan dat ik eten pak. Iedereen heeft last van emotie eten. Ja, dat denk ik. Door ons westerse voedingspatroon hebben we dat, inderdaad. Maar ik ken het al 6 jaar niet meer. En hoe is die kentering bij jou gekomen? Door een opleiding te doen, een sportvoedingsadviseur. En waarom ging je die opleiding doen? Omdat je dat werk wilde doen of om jezelf te leren begrijpen? Om het werk te gaan doen en omdat ik dat super interessant vond. Want ik wilde gewoon het optimale uit mijn sporten en gewoon mijn dagelijkse beweging halen. En ik probeerde dat op een bepaalde manier te bereiken. En toen kwam ik op een opleiding en dat heb ik toen gedaan. We hadden het net over wat producten die gezond zijn. Als je last hebt van emotie eten... hoe kun je dan in ieder geval ervoor zorgen dat je lichamelijk geen behoefte aan eten hebt? Wat kun je dan nemen? Dat is een hele belangrijke. Je ziet ook vaak dat als je zorgt dat je over de dag goed eet. Goede maaltijden, maar ook een keer of drie een gezond tussendoor. Dat je in elk geval fysiek niet heel veel trek hebt. Dat helpt ook al mee om die echte eetbuien wat te onderdrukken. Niet helemaal natuurlijk. Maar is een belangrijk iets. Dus niet niks eten, nee. Juist niet? Nee. Want je ziet vaak dat als mensen willen afvallen, dat ze dus veel te weinig eten. En dat alleen geeft al stress. Met als gevolg dat men vaak uiteindelijk juist eetbuien krijgt. Ja. Dus vooral eet ook niet te weinig, want dat lokt het ook absoluut uit. Nou liggen hier boeken op tafel. Ja. Hoe belangrijk is het om je goed te informeren over waar je mee bezig bent? Nou, er zijn ontzettend veel boeken. Ik heb een aantal meegenomen. Ik heb zelf ook een boekenkast vol met allerlei ideeën over eten en drinken. Goede ideeën? Goede ideeën, ook minder goede ideeën. Want ik ben toch altijd benieuwd wat er allemaal geschreven wordt. Ja. Wat ik zelf wel een hele mooie vind, dat is het middelste boek. Het is een voorbeeld hoor, want er zijn er veel meer. En dat boek gaat uit van pure voeding. En dat gaat eigenlijk uit van als je overgrootmoeder iets niet meer zou herkennen als eten, waarom zouden wij het dan wel eten? Hè, dus het gaat uit van wat je nog kan herkennen als voeding. En bijvoorbeeld als je op een verpakking kijkt van in winkel en het lijkt meer op de achterkant, hè, alle ingrediënten, het lijkt meer op een opsomming van scheikundige termen. Ja, is dat dan nog wel eten? Het is een manier van er tegenaan kijken hoor. Ja. Maar ik moet zeggen dat er zit wel heel veel in. Want als je vooral pure voeding eet, gewoon basisvoeding, groente, fruit. En ook dit. Het gezonde visje van de markt, aardappelen, volkoren pasta, nou noem maar op. Als je vooral basisvoeding gebruikt, is de kans dat je gaat overeten en dat je te zwaar wordt, is gewoon veel kleiner. Je lichaam is letterlijk, raakt sneller verzadigd als er ook heel veel vitamine en mineralen in zitten. Dus puur voeding is denk ik een heel mooi uitgangspunt. Ik hoor ook wel eens van mensen, en ik denk dat dat eigenlijk ook wel emotie eten is. Mensen of kinderen die gaan zitten en eigenlijk even niet weten wat ze moeten doen. Ja. Dat ze direct de link leggen met
Wat kan ik dan eten? Precies, ja. Wat kan je daar tegen doen? Ook dat is natuurlijk een vorm van emotie eten. En emotie klinkt een beetje alsof je van streek moet zijn. Maar een betere term is nog onrust. En verveling of vermoeidheid is ook een vorm van onrust. Dus je kan dat emotie eten eigenlijk veel breder zien. Dus als je slecht slaapt, heb je overdag ook meer behoefte aan die suikers. Om je weer opgepept te voelen. Kan, zeker, ja. Een goede nachtrust, dat heeft ook weer met de hormonen te maken, is ook van belang om bijvoorbeeld af te kunnen vallen. De drie R'en ook? Die rust, reinheid en regelmaat voor de baby's moeten we eigenlijk zelf ook aanhouden. Eigenlijk wel, ja. Dus dat is heel erg, erg belangrijk om toch voldoende die rust te kunnen ervaren om af te kunnen vallen. En je zei net over dat emotie eten. Als je je verveelt, dat je dan wat gaat eten. Belangrijke eerste stap is dat je het herkent. Dat je herkent van, hé, ik heb even niks om handen. Oh, en nu vervolgens wil ik gaan snoepen. Want het herkennen ervan is denk ik 50% van de oplossing. En een heel mooi praktische manier om daarmee aan de slag te gaan is bijvoorbeeld voor jezelf eens een dagboekje bij te houden waarin je dat soort dingen opschrijft. Dat je herkent wanneer je gaat emotie eten of wanneer je onrust ervaart en gaat snoepen. En heel vaak is dat ook op een bepaald moment van de dag. Voor de een 's middags, vlak voordat hij gaat koken. Voor de ander juist 's avonds. Dat kan heel verschillend zijn. Als afsluiting, wat kan een diëtist betekenen voor iemand die last heeft van emotie eten? Om samen inderdaad te kijken van waar gaat het nou echt om? Wat speelt er nou werkelijk? En om dan vooral ook, zeg maar, de cliënt of degene die daarvan af wil, zelf ook te laten kijken van oké, maar wat heb ik dan eigenlijk echt nodig? Dat eten is dat pleistertje. Maar wat kan ik nou werkelijk doen zodat ik dat emotie eten minder nodig ga hebben? En een diëtist als coach kan dan helpen om een beetje dat te onderzoeken en daarin stappen te maken. Het kan zijn dat mensen denken dat lijkt me een goed idee, maar de tweede gedachte is dan altijd hoe zit het met vergoedingen? Klopt. Ja. Ja, en daar is natuurlijk de laatste 2 jaar heel veel in veranderd. Komend jaar zit de vergoeding voor diëtisten zit wel weer 3 uur in het basispakket. Dat was vorig jaar niks en het jaar ervoor 4 uur, dus er verandert enorm veel. In veel verzekeringen zit het ook alweer in het aanvullende pakket. Maar goed, je moet ook rekening houden met het eigen risico, wat voor heel veel zorg geldt. Dus als je denkt van nou, ik zou begeleid willen worden. Maar goed, ik heb wel die vergoeding ook echt nodig. Dan zou ik contact opnemen met de verzekeraar om te vragen wat er mogelijk is. En het is ook weer belangrijk om te investeren in jezelf. En dit zou je als stukje daarvoor kunnen zien. Ja, ik denk dat als je kijkt wat het veel mensen oplevert, dat moet je dan afwegen. Hè? Hoe belangrijk vind je het? Ja, om maar een beetje in de terminologie te blijven. Hè? Dat afwegen. Ja, ja, inderdaad. Jennifer de Jonge, diëtist. Bedankt voor de informatie. Heel graag gedaan. Wordt vervolgd. Wie weet. Wie weet. Tot zover Los Medisch. En ik hoop dat als u van plan bent te gaan afvallen, dat u er echt voor gaat. En vooral dat het gaat lukken. Succes.